Aanslag in Parijs, ook in Zeeland herdacht. Het is donderdag 8 januari. Dit is Zeeland Nu. Politici en media staan stil bij de aanslag. Verlenging TBS geëist in ontuchtzaak. En de uiensector op zoek naar nieuwe markten. Dag, dames en heren. De dreun die terroristen gisteren uitdeelden in Parijs treft ook Zeeland in al haar geledingen. Politici, journalisten en cartoonisten roepen op om een krachtig nee te laten horen. Op de markt in Middelburg staat verslaggever Vivi Visser. Vivi, ja, wat gebeurt daar? Ja, in bijna alle Zeeuwse gemeenten komen straks Zeeuwen bijeen. Ook hier in Middelburg, zo even voor zessen, kunnen mensen uiting geven aan hun afschuw over de aanslag in Parijs. Burgemeester Harold Bergman van Middelburg, u organiseert het. U doet een oproep aan de mensen van Middelburg. Wat is uw oproep? Ik doe een oproep om vanavond om 6 uur hier te zijn. Een steunbetuiging te geven aan alle slachtoffers en nabestaanden van de terreuraanslag van gisteren in Parijs. Dat vinden we verschrikkelijk. Het is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Ik vind het ook een aanslag op onze vrijheid en dus ook op onze allemaal. En het zou goed zijn als we hier vanavond bij elkaar staan om te staan voor onze vrijheden en verworvenheden. Je ziet in Parijs veel mensen met een kaarsje of met een lampje. Vraagt u de Middelburgers ook om dat iets mee te nemen? Ja, ik zou willen vragen of mensen, omdat het toch wat donker is, om een lampje mee te nemen. Ik heb er ook één bij. Het is een klein lampje, maar we hebben op onze mobiele telefoons natuurlijk ook heel veel lichtjes. Maar een potlood of een kaarsje of wat dan ook, kom gewoon hier naar de markt bij het stadhuis. Je voelt dat de aanslag nadreunt in alle geledingen van de Zeeuwse maatschappij. Bijvoorbeeld de Zeeuwse media. Op de redactie van Omroep Zeeland en de PZC. Natuurlijk het hart van de vrijheid van meningsuiting. Op beide redacties werd vanmorgen een minuut stilte gehouden. Het is 11 uur. De vraag die ik me stel, ook tijdens een moment van stilte, is van wie zijn nu de slachtoffers? Want iedereen heeft het over de mensen van het vrije woord, de cartoonisten. En dat zijn inderdaad slachtoffers. Dat waren een paar. Maar ik vraag me toch af of er nu al een andere groep slachtoffers is. Namelijk mensen die de islam een prettig geloof vinden en die daar nu op aangekeken worden. En, ja, het zou toch heel erg triest zijn als die mensen echt de dupe worden van de daad van een paar gekken. Cartoonist Cor de Jonge van de PZC tekende vandaag een vrijheidsbeeld met een kwast in haar hand en een Charlie Hebdo onder haar arm. Ik wil mezelf niet vergelijken met de tekenaars van Charlie Hebdo, maar ik maak ook cartoons. En het idee dat je om een tekening vermoord kan worden, dat is een hele beangstigende gedachte. Ja. Want het zijn... Mensen zijn. Het is onmenselijk en onvoorstelbaar dat het zoiets gebeurt. En de mensen die het doen zijn gestoord. Ja, Vivi, ik kan me zo voorstellen dat deze cartoonist zelf ook bang is. Ja, hij zegt. Ik maak natuurlijk tekeningen over de Zeeuwse actualiteit. En dat is natuurlijk een hele andere thematiek dan de Zeeuwse, dan de Parijse collega's. Maar zegt hij ook. Het komt nu wel ineens heel erg dichtbij. En dat zeggen heel veel Zeeuwen. Dat voel je overal. Niet alleen politici, niet alleen maar cartoonisten, niet alleen maar journalisten. Overal in de maatschappij maken mensen zich zorgen over wat er aan de hand is. Vanuit de islamitische gemeenschap in Zeeland is met ongeloof gereageerd op de aanslag. Die, benadrukken ze nog maar eens, niets te maken heeft met de islam. Ik vind het echt heel erg dat uit naam van de islam een dergelijke actie wordt gedaan. Wat moet ik ervan zeggen? Daar staan we niet voor. We keuren elke vorm van geweld af. Eigenlijk een beetje sprakeloos. De aanslag treft de Franse Zeeuwen recht in hun hart. Journalistische liberté en égalité en fraternité. En voor ons is het belangrijk dat iedereen kan praten over alles. En wat ze denken en wat ze zeggen is echt belangrijk. En iedereen zegt, je suis Charlie, maar is niet iedereen leest Charlie Hebdo, maar voor iedereen nu is belangrijk, omdat journalisten, ze moeten kunnen praten over alles, denk ik.
het hart van de Franse samenleving, de vrijheid van meningsuiting. Precies, ja. Veel Zeeuwen hebben het gevoel iets te moeten doen. Zo ook Toon Poppen uit Vlissingen. Hij roept iedere Vlissinger op om om 6 uur vanavond naar het stadhuis te komen voor een stil protest met potlood en papier. We willen hen moorden, we willen hen aanslagen, we willen in vrijheid en democratie kunnen leven. En dat is wat wij willen, waar we het vrije woord hebben en waar we ons vrij kunnen uiten in woord en geschrift. Vivi, in Middelburg, daar is zometeen een herdenking, maar zoals we eerder zeiden, dat is niet de enige plek. Ja, eigenlijk alle gemeenten in Zeeland doen wel wat. De ene op het Stadhuisplein, zoals hier, bij een ander in de raadzaal. Sommige gemeenten hebben opgeroepen aan hun burgers, ga naar Middelburg, naar de hoofdstad van Zeeland, om uiting te geven aan je verdriet. Hier zullen straks de eerste mensen komen, vanaf 17:15 wordt verwacht, zullen enkele honderden mensen, maar ze weten niet zo goed hoeveel, enkele honderden denken ze, schouder aan schouder staan om uiting te geven aan hun afschuw over wat er gebeurd is. En samen een krachtig nee te laten horen tegen het excessieve geweld in Parijs. Dankjewel, Vivi Visser. Vanavond is Omroep Zeeland bij verschillende herdenkingen in de provincie. Een verslag hiervan is later op de avond te zien op de website omroepzeeland.nl. Het Openbaar Ministerie in Middelburg heeft vandaag voor een periode van 2 jaar verlenging van TBS met dwangverpleging geëist tegen een 62-jarige pedofiel uit Westkapelle. De man is 2 jaar geleden veroordeeld voor ontucht met 8 minderjarige jongeren. Het OM stelt dat het risico op herhaling onvoldoende is verminderd. Het baseert zich op een adviesrapport van de Oostvaarderskliniek. Daaruit blijkt dat hij nog niet klaar is voor terugkeer in de maatschappij. De kliniek verwacht dat behandeling in ieder geval nog 1 jaar duurt. De advocaat van de man is het oneens met de eis en stelt een verlenging van 1 jaar voor. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor Stefan Pleiten uit Arnhem-Muiden was het vandaag een prachtige dag. Zijn nieuwe rolstoel werd geleverd. En Stefan, wat is de eerste indruk? Mooi, en hij zit lekker dus. Stefan heeft de ziekte van Duchenne. Hij speelt rolstoelhockey op het 1 na hoogste niveau. Om goed mee te kunnen had hij een nieuwe nodig, maar zo'n nieuwe rolstoel kost 18.000 euro. Ik ben via Facebook een inzamelingsactie begonnen. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Letterlijk en figuurlijk? Letterlijk en figuurlijk, ja. Het hele dorp leefde mee. De voetbalvereniging, de plaatselijke supermarkt en de duivensportvereniging zamelden geld in. Die laatste haalde 9.000 euro op. 60 euro en 70 euro heb ik gezien. Dat moet wel goed voelen dat zoveel mensen zich voor jou zo in willen zetten. Dat voelt zeker goed, ja. PWG in Goes heeft een nieuw soort brandweerpak ontwikkeld voor natuurbranden. Dat deed het bedrijf samen met de brandweer in Twente. Het bedrijf maakt allerlei soorten veiligheidskleding, maar is landelijk vooral bekend om zijn brandweerpakken. We hebben allemaal wel eens een brandweerman aan het werk gezien. En die hebben dan van dit soort kleding aan, een brandweerpak. En de kans is groot dat zo'n pak hier in Goes bij PWG gemaakt is. Want het bedrijf is in Nederland marktleider op het gebied van brandweerpakken. Zo'n 70% van alle brandweermensen in Nederland werkt in een pak van PWG. We maken ondertussen 750 verschillende brandweerpakken. Dat is verschillend in zakkenpakket, in reflectiestruiping, naam, emblemen, wel of niet een schouderstuk erop. Het is een beetje uw vraag, wij draaien. Ze maken hier bij PWG niet alleen brandweerpakken. Nee, ook dit soort overals voor mensen die werken aan de gasleidingen bij u in de straat. Hebben ze dus ook. Energiebedrijven als Delta en Enexis maken bijvoorbeeld gebruik van deze gasoveral, waarin een handig snufje is verwerkt. Bij een gasoveral is het erg belangrijk dat er geen gas instroomt. Om te voorkomen dat er gas instroomt, hebben we een manchet aangebracht in de mouwen en in de pijpen. Die sluit nauw aan en die voorkomt dat er gas instroomt, waardoor geen gevaarlijke situatie kan ontstaan. En dit is de nieuwste innovatie van het bedrijf. Een brandweerpak om natuurbranden te bestrijden. Het is veel dunner dan een standaard brandweerpak. Het standaard brandweerpak is daar niet voor geschikt. Is daar ook niet voor gemaakt. Want dat is 3 laags. Dat is voor hele hoge temperaturen om de brandweerman daar tegen te beschermen. En dit pak is zo ontwikkeld dat je daar ook de hele dag in kan werken. Alle veiligheidskleding wordt ontworpen in Goes en gemaakt in Polen. 90% van de kleding wordt verkocht in Nederland, maar PWG levert ook in landen als Saoedi-Arabië en Luxemburg. Veiligheid staat voorop, maar ook de wereld om ons heen is belangrijk. Daardoor hebben we ervoor gekozen om fair trade katoen
en gerecycled polyester te gaan gebruiken in onze kleding. Gerecycled polyester wordt van petflessen gemaakt. En waar het kan, gebruiken we die ook in onze kleding. En als het nou echt veilig moet, dan hebben ze nog dit pak bij PWG. Want dit pak beschermt je tegen enorme kortsluitingen in energiecentrales. En dit pak vind ik wel stoer, dus die neem ik mee naar huis. Doei! De boycott van Rusland kost de Nederlandse uiensector tientallen miljoenen euro's. Omdat er geen uien naar Rusland worden geëxporteerd, zijn de uienprijzen veel lager dan normaal. En dat zorgt voor een lastige tijd voor de uiensector. Nederland is de nummer 2 in de wereld als het gaat om de export van uien. We moeten alleen India nog voor ons dulden. Maar de boycott van Rusland doet wel echt pijn. Er gaan daar nu helemaal geen uien naartoe. Dat doet binnen Europa pijn, met name Nederland, hè, toch bekend als hele grote Nederlandse uienexporteur. Maar ook in Rusland zelf zien we dat dat wel bij de bevolking ook wel pijn doet. Hebben de Zeeuwse uientelers daar ook last van? Daar hebben de Zeeuwse uientelers zeker last van, want wat je ziet is dat de prijs die je op het moment een teler kan krijgen is 5 à 6 cent. En dat is ongeveer de helft van de kostprijs. Als Rusland wel aan de markt was geweest in Europa, had je voor hetzelfde geld 5 of misschien wel 10 cent meer voor de uien gekregen. En op de hele markt vertaalt zich dan in getallen zeg maar, van tientallen miljoenen. Om deze verliezen op te vangen zoekt de uiensector naar nieuwe markten, zoals Panama en Indonesië. Maar daar werd al aan gewerkt voordat er sprake was van een boycott van Rusland. Den Haag zegt soms te makkelijk van ja, nieuwe markten. Dan denk ik van ja, maar daar ben je dus wel een aantal jaren mee bezig. En dat ververgt doorzettingsvermogen. De uienmarkt doet ongeveer naar 120 landen exporteren wij uien als Nederland zijnde. Er zijn een kleine 200 landen, dus wat dat betreft zijn we nog maar net over de helft. Maar met name die andere landen, ja, dat vergt echt een lange adem om die open te krijgen. En gelukkig zegt de handel, daar willen we gezamenlijk in investeren. Maar ja, dat is geen oplossing voor dit jaar. Maar de toekomst ziet er volgens Gunter veel rooskleuriger uit. Als je richting de toekomst kijkt en je ziet met name de groeiende wereldbevolking, hè, zo'n ongeveer 80 miljoen mensen per jaar erbij. Nou, de gemiddelde consumptie ligt op 9 à 10 kilo per hoofd van de bevolking per jaar. Dus dan praat je dat er elk jaar 700.000 à 800.000 ton uien extra nodig is. Ieder jaar weer opnieuw. Dus dat is wat dat betreft voor de Nederlandse uiensector, die de hele wereld kan bedienen, zeker een positief vooruitzicht. Waar we wel op de kwaliteit moeten blijven letten, want we moeten wel zorgen dat die hele wereld ons uitje wil blijven hebben, nu en in de toekomst. Ja, in de studio verslaggever Mark van Dam. Ja, hij zegt de toekomst ziet er op zich rooskleurig uit. Even naar het heden, het nu. Hoe zit het dan? Is het kommerik wel in de uiensector? Nee, niet alleen natuurlijk. Het is op dit moment, dat is al een tijdje aan de gang, wat lastiger voor de uiensector. Het is gewoon niet zoals ze willen dat het gaat. Maar daarvoor zijn natuurlijk een aantal hele goede jaren geweest. Het gaat over landbouw, het gaat over seizoenen. Het ene jaar is het andere niet, dus er zit hier en daar nog wel wat vet op de botten. Het is ook niet zo dus dat er allerlei bedrijven en telers in de sector nu omvallen. Ja, die nieuwe markten waar we het over hadden, Panama, Indonesië, gaat het helpen? Dat helpt altijd, nieuwe markten. Daar kunnen uien naartoe die op dit moment niet naar Rusland kunnen. Maar het gaat niet om dezelfde volumes. Het is dus een druppel op de groeiende plaat is wat overdreven. Maar het kan niet in ieder geval de schade beperken. Dan kan het schade beperken, maar het is niet voldoende. Die boycott van Rusland heeft ook een psychologisch effect op die uientelers. Ja, dat is heel typisch. Het is gevoelsmatig is Rusland een hele belangrijke voor het gevoel in de sector. En omdat Rusland nog steeds die boycotten kent, staan er nog heel veel seinen op rood. En dat betekent dat die uienprijs voorlopig waarschijnlijk nog wel eventjes lager blijft dan die zou kunnen zijn. Ja, dan zeggen ze ook altijd, je kan altijd nog innoveren. En dat is bij de uiensector ook het geval. Hè? Ja, dat kan zelfs met uien. Zo is er nu een roze ui. Ik maar denken, een ui is een ui. Maar zo is het al lang niet meer. Nee, een ui is nog steeds een ui. Maar ondertussen hebben we gele uien, rode uien en ook roze uien sinds een aantal jaar. Er was vraag vanuit de markt voor een ander soort ui. Kwalitatief betere ui als rood. En daar is eigenlijk de roze ui uit voortgekomen. Zijn er verschillen los van de kleur? Ja, de smaak is anders. De een zegt ze zijn scherper, de ander zegt ze zijn wat zachter. Maar ja, wat het precies is, weet ik ook niet. En is het ook nog de roze uien zijn, sommige zijn wit gekleurd van binnen en de andere zijn wat meer rood gekleurd van binnen. Wat vindt u daar nou van, zo'n nieuwe ui, een roze ui? Is dat gekkigheid of is dat goed voor de handel? Ja, ik vind het goed voor de handel. Is in principe hoe meer keuze, hoe beter het is. Zeker als de vraag is vanuit de markt voor een nieuw product.
En het wordt daardoor ontwikkeld, dan is het alleen maar goed. Hoe meer, hoe beter. Goed voor de handel, hoe meer, hoe beter. Is dit nou de oplossing, die roze ui, die nieuwe ui? Wat denk je zelf? Denk het niet. Nee, hè? Nee. Het doet natuurlijk wel wat, hoor. Het is 70 hectare wordt er verplant in Zeeland op dit moment. En dat is toch wel een substantiële bijdrage. Maar het is natuurlijk niet de oplossing om de boycott van Rusland om dat te compenseren. Dankjewel, Mark van Dam. Vandaag bracht een actieve storing langdurig regen. Deze foto is gemaakt tussen Oostburg en Oost-Soeburg en Rittem. Het blijft voorlopig ook wisselvallig. Bovendien wakkert de wind verder aan. Het koelt af tot 5 à 6 graden. Morgen overdag is het een tijdje droog. Misschien laat de zon zich ook nog even zien. Later in de middag volgt regen of motregen. Het wordt zo'n 11 tot 13 graden. Ja, en tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Het Hof gemaakt, een programma over het Zeeuws agrarisch erfgoed. Nog een mooie avond. Dag.